Er is wel eens tegen me gezegd dat ik het verzekeringsgeld niet waard was tijdens een crisisopname. Dat komt waarschijnlijk uit onmacht, onvermogen van een hulpverlener om je te helpen, omdat ik, als ik in paniek ben, eigenlijk niet meer kan communiceren. Als je dan dus in een kliniek zit, maar ze absoluut geen verstand van autisme hebben, dan denken ze dat het onwil is. En dan krijg je dus dit soort opmerkingen. Dat is niet heel helpend, zacht gezegd. Ja, schrijnend zo'n reactie. En dat mag natuurlijk ook niet gezegd worden tegen je. Maar het tekent eigenlijk ook wel de onmacht van de behandelaar of de zorgverlener. En we hebben het hier dus over hele complexe problematiek. Dat is het juiste woord. Een andere route naast de consultatie is dat je intensieve specialistische begeleiding of behandeling krijgt. Nou, ik ga erover praten met mijn tweede gast, Hendrikje Bloemert. Welkom. Dank je. Van Die Mens. Wat doe jij precies? Ik werk als verpleegkundig specialist bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornis van Die Mens. En daarnaast ben ik promovenda en doe onderzoek naar de intensieve specialistische behandeling voor mensen met autisme. De intensieve specialistische behandeling? Ja. Ja. Ik wil graag iets meer weten van dat onderzoek. Waarom is dat onderzoek gestart? Nou, dat onderzoek is ook gestart omdat op dit moment ook nog eigenlijk onvoldoende duidelijk is van goh, voor welke mensen met autisme op welk moment is nu die intensieve behandeling nodig. En wat is dan ook belangrijk voor het herstel tijdens en na zo'n intensieve behandeling? Dus daar richt ons onderzoek zich op. Ja. Kun je nog even iets meer zeggen van intensieve specialistische behandeling? Wat houdt dat in de praktijk in? Is dat, word je dan ergens opgenomen op een afdeling of is dat ambulant? Hoe gaat dat? Intensieve specialistische behandeling is ook dat er een klinische opname plaatsvindt. Ongeveer van 3 maanden tot maximaal 9 maanden waarin iemand intensieve zorg krijgt. Door een team wat ook gespecialiseerd is in autisme en ook in ernstige ontregeling. Ja, dan woon je op een kamer in een instelling. Ja. 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 Met meerdere cliënten bij elkaar. Ja, dat is een opname. Ja, dat is een opname. Maar dat kan ook ambulant dus? Ja, soms wordt ook intensieve behandeling ambulant geboden inderdaad. Dan wordt het met teams meebehandeld of wordt op die manier gekeken of dat ook kan. Ja. Ja. Hoeveel mensen heb jij onderzocht of hoeveel cliënten gaat het? Momenteel hebben we 13 interviews gedaan. 13 interviews. Ja. En kun je een beeld schetsen van wat voor problematiek zich dan voordoet bij deze mensen? Nou, bij deze mensen, ze hebben de diagnose autisme dan. En daarnaast zie je vaak dat er wel sprake is van psychiatrische comorbiditeit, zoals angst, depressie of trauma's. Ook zie je wel agressie of automutilatie of middelengebruik. Ja, en vaak is er echt sprake van een ernstige ontregeling. En dat mensen ook vaak wel lange behandeltrajecten al gehad. Dat ze ook behoorlijk zijn vastgelopen in de behandeling. En vaak bij een groot deel zie je ook wel dat de diagnose pas laat is gesteld. De diagnose autisme tenminste. En dat er vaak eerst andere diagnoses zijn gesteld. En waardoor mensen eigenlijk ook geen passende behandeling hebben gehad. En eigenlijk steeds verder ontregelen en vastlopen. Ja, en wat voor andere diagnoses doen zich dan voor? Persoonlijkheidsproblematiek. Dat is met name wat we veel zien. Maar ook, ook ja, andere soorten diagnoses. Ook trauma's dus. Ja, ja. We gaan even kijken naar een fragment, want je hebt een aantal citaten aangeleverd uit de interviews die je hebt gedaan, hè, met de cliënten die je hebt onderzocht. We gaan nu kijken naar een tweede fragment. Het ging niet goed. Eerst woonde ik nog beschermd, maar dat was gewoon niet te doen. Dus dan zat ik elke keer met een time-out of een crisisopname om de paar weken. Ik dwaalde ook veel buiten en was dan 's nachts veel weg. Eigenlijk een soort gevaar voor mezelf. En dus zit je iedere keer op een crisisafdeling, omdat het gewoon elke keer weer fout gaat. En dan moest ik eigenlijk weer bijkomen. En het was ook dat ik de diagnose autisme te laat heb gekregen. Dus ik heb ook de hele tijd gevolgen gehad van foute diagnoses, waardoor het qua behandeling ook niet aansloeg. Ja, foute diagnose, foute behandeling, ja, dan worden de problemen alleen maar groter, hè? Ja. Dit komt veel voor? Ja, dit zien we dat best veel voorkomt, ja. 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 En natuurlijk is het goed dat er dan intensieve specialistische behandeling is. Maar eigenlijk zou je veel vroeger in het traject al willen ingrijpen. Ja, hè? Dat zou natuurlijk... Ja, ja, waar valt dan waar vallen de verbeteringen te realiseren? Ik denk ook wel de manier hoe je contact legt met een cliënt. En gewoon echt goed kijkt en luistert van wat is je nu eigenlijk aan de hand. Dus ook...
En ik denk ook wel een stuk dat er nog wel een stuk autisme-deskundigheid mist binnen de reguliere GGZ. Dat dat ook nog wel beter kan. Dus dat het ook wel veel op die manier de diagnose gemist wordt of aan andere diagnoses gedacht wordt. Ja. Dus dat stuk zou denk ik verbeterd kunnen worden. En ik denk echt het echt contact maken met de mensen met autisme en echt luisteren en doorvragen wat mensen nu eigenlijk zeggen. Want dan kom ik even bij je onderzoek. Eigenlijk wil je weten waar mensen nou behoefte aan hebben, hè? Als ze dan bij jullie binnenkomen. Wat komt daaruit? Wat geven mensen aan? Waar hebben ze de meeste behoefte aan op het moment dat ze binnenkomen? Nou, als bij ons mensen binnenkomen, zie je ook wel vaak dat doordat die behandeling eigenlijk nooit aansloot, is dat het vertrouwen in de hulpverlening ook eigenlijk wel weg is. En dat, nou ja, dat belemmert de behandeling soms ook wel heel erg. Dat mensen ook echt wel moeite hebben om open en kwetsbaar te zijn. Dan staan ze al heel wantrouwd ook tegenover jullie natuurlijk. Ja. 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 Weer zo'n psychiater, weer zo'n behandeling. Ja. Dat allemaal weer het circus begint weer opnieuw. Ja. Ja, en daarnaast zie je ook dat als mensen bij ons komen, soms toch ook al hele hoge verwachtingen hebben. Soms ook al wat onrealistisch. Zo van, nou zit ik bij een hele deskundige partij. Nou ja, ja, wel dat mensen soms denken, goh, dit is het laatste redmiddel. Als dit het niet wordt, dan is er niks meer. En dat geeft soms zoveel druk in de behandeling dat er eigenlijk ook bijna geen ruimte meer is voor behandeling. Omdat dit moet dan lukken en anders is er niks meer. Dat eigenlijk soms soort belemmerend werkt. Ja. Ja, en wat je ziet wat dan wel helpt is inderdaad, eerst gewoon echt maar eens dat contact maken met mensen. En eerst maar eens werken aan dat contact en weer een beetje vertrouwen opbouwen. Ja, dat zijn van die woorden die zo voor de hand liggen. Hè? Dat zijn eigenlijk open deuren. Want is dat nieuw inzicht? Nee, hè? Toch? Nee, dat is natuurlijk eerder wel onderzocht en op zich wel bekend. Maar toch zie je dat dat wel heel erg van belang is. Ja. Het kan eigenlijk niet vaak genoeg gezegd worden. Blijkbaar niet, nee. Nee. In de praktijk gaat het nog veel te vaak, gebeurt het niet, zeg maar. Maar ja, dat is ook niet makkelijk, denk ik. Hè? En goed contact maken met een cliënt die misschien al behoorlijk wantrouwend is en eigenlijk niks van je wil weten, die zo'n beetje afzet. Ja. Dan ga er maar aan staan. Ja. Hoe krijg je daar dan dat contact mee? Ja, dat is echt wel investeren. Ik denk gewoon heel veel tijd en moeite willen nemen om die cliënt echt te willen begrijpen. En daar begint het denk ik mee. Ja. Dat je echt daarvoor wil inzetten en niet al een houding hebt van, oh, ik weet het wel en ik begrijp je wel. Ja. Maar echt het willen begrijpen van de cliënt, dat maakt denk ik veel verschil. Ja. Even ook voor het beeld. Waar kun je terecht in Nederland? Voor die intensieve specialistische behandeling bij Dimens, bij de High Care Medium afdeling van Dimens, biedt deze behandeling voor de volwassenen. En de CIBE van het Dr. Leo Kammerhuis biedt deze behandeling voor de jongeren van 12 tot 23 jaar. Dat is het. Op dit moment zijn deze twee klinische behandelingen er, ja. Ja, want, en dan denk ik van, dat is niet veel, toch? Dat is niet veel, nee. Dat zijn er wachtlijsten? Ja, er zijn wachtlijsten. Ja, we krijgen heel veel aanmeldingen. We hebben een momentele wachtlijst, dus. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want eigenlijk kun je zeggen van, ja, iemand verdient snel plaatsing op zijn afdeling, want die is er hard aan toe. En dan komt hij in de wachtlijst terecht van, hoe lang? Ik weet niet hoe lang de wachtlijst op dit moment is, maar goed, we hebben wel eens een wachtlijst van een jaar of nog wel iets langer gehad. Dus dat is behoorlijk, ja. Dat is iets wat je liever niet wil, want in deze mensen hebben inderdaad de zorg nodig. Maar... Ja. We gaan even kijken naar een derde fragment, citaat weer uit jouw onderzoek. Aan het begin was ik vooral eigenlijk heel erg bang en heel erg in paniek en wanhopig. Omdat ik weinig vertrouwen in de psychiatrie heb, was ik ook best wel wantrouwend. Het voelt ook een beetje als een laatste redmiddel eigenlijk. Dus de druk wordt heel hoog. Dus je verwachtingen worden vrij hoog. En ik heb toen eigenlijk heel veel paniek gehad. Dat is best wel funest voor je herstel. Want eigenlijk gun je jezelf helemaal de ruimte niet om iets van herstel op te bouwen. Ja, je merkt uit zo'n citaat dat tijd nodig heeft. Hè? Dat heeft ook wel heel veel tijd nodig om weer tot rust te komen en die relatie op te bouwen. Ik vraag me toch even af van hoe zit dat nou in de rest van de zorg? Heb je de indruk dat daar voldoende wordt herkend en erkend dat die problematiek zo complex kan zijn? Ik denk niet dat overal erkend wordt. Of misschien erkend wordt, maar dat men ook niet zo goed weet wat men daarmee moet. Ik denk ook wel dat... Onmacht eigenlijk. Dat het onmacht is, ja. Cliënten lopen vast, maar ook zie je dat behandelaren en behandelteams ook echt wel vastlopen en echt niet meer weten wat ze moeten doen. Ja, en het is ook niet per definitie zo dat iedereen te helpen is. Nee. Ja, soms is de problematiek gewoon ook heel erg zwaar. Ja. Hè? Ja. Ja, soms is het heel... Maar nog even terug naar de reguliere zorg, eerst tweede lijns. Het is erg lastig om dat te onderkennen en te herkennen.
En wat wordt er dan gedaan? Wordt het dan doorgegaan met een ingezette behandeling in de hoop dat het dan toch maar eens een keer goed gaat? Of wat is de praktijk? Nou ja, soms zie je dat wel. Of dan wordt een cliënt van team naar team verwezen en komt overal terecht, maar nergens de behandeling die iemand moet. En dat zorgt natuurlijk alleen maar voor meer teleurstellingen en soms zelfs ook dat trauma, zeg maar, als behandeling niet aanslaat. Ja. Ja. Even terug naar jullie onderzoek. Dat heeft opgeleverd naar de inzichten die je net beschreef. Wordt gewaardeerd wat jullie doen door cliënten? Ja, dat wordt levert, zeker gewaardeerd. Het levert ook echt iets voor hen op, zou ik maar zeggen. Nou ja, voor de cliënten die meedoen aan mijn onderzoek levert het natuurlijk direct niet wat op. Maar voor in de toekomst kan het natuurlijk voor de cliënten met autisme dit zeker wat opleveren. Ja. Ja, want op basis hiervan kan je dan wat meer richting geven aan toekomstig beleid. Ja. Nou ja, dan hopen we dat mogelijk in de toekomst eerder goede zorg ingezet kan worden. En als dit nodig is, van hoe zet je dan deze intensieve zorg ook gewoon goed in? Ja, ja. En nog even, omdat het lange wachtlijsten zijn, zijn jullie ook bezig met nadenken over hoe je dan daar met andere concepten aan tegemoet kunt komen? Ja, nou, met ons, met het SCOS, met het ambulante team, kijk ik ook wel in van, goh, wat kunnen we mogelijk voor opname al doen? Hoe kunnen we dan al met een team meedenken? Zodat mensen inderdaad niet de hele tijd alleen maar hoeven te wachten, maar dat we ook eerder kunnen kijken, goh, wat kunnen wij al doen? En wat kunnen we daarin al doen? Ja. Je hebt het misschien al gezegd, maar ik wil toch nog even kijken of je het samenvattend nog een keer kunt zeggen. Wat is de les uit jouw onderzoek? Kunnen we hiervan leren? Nou, wat ik denk belangrijk vind, kijk, met onderzoek, het is nog niet afgerond, dus de echte resultaten komen nog. Maar wat ik wel wil zeggen is, maak contact met een cliënt met autisme. Maak echt een oprecht contact door een houding, niet een houding te hebben van, goh, ik weet het wel of ik begrijp het wel. Maar echt tijd en moeite willen nemen om iemand te willen begrijpen. Ja, door ook echt te luisteren en ook door te vragen. Door zodat je iemand echt kan leren kennen en leren begrijpen. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle niveaus, hè, van problematiek. Ja. 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 Oké, dankjewel voor dit gesprek. Ja. We gaan naar een laatste fragment en daarna geven we de gelegenheid aan alle kijkers en alle opmerkingen en vragen die binnengekomen zijn. Dan hoop ik ze aan tafel te kunnen beantwoorden. Fragment nummer 4. En toen begon ik te zien, goh, ze kunnen me hier daadwerkelijk misschien wel helpen. Ze doen hier daadwerkelijk moeite om me te leren kennen, om me überhaupt te begrijpen. Dus dan komt er wat meer vertrouwen, meer veiligheid. Ja, en dan wordt het allemaal iets losser in je hoofd. En heb je iets meer ruimte om daadwerkelijk te gaan doen waarvoor je daar bent. Om behandelingen te volgen en veel dingen te leren. Snel gewisseld aan tafel. We zitten nu met z'n drieën, ook al zien we dat in dit beeld niet echt. Maar nu wel. met beide dames hebben we zojuist gesproken. We gaan nu naar het deel waarin we de reacties en vragen van kijkers bespreken. Dus ja, we pakken er een aantal op. We hebben een redactie, die heeft er een aantal geselecteerd. En ik pak ze gewoon één voor één bij de kop. En dit is de allereerste. Ik ben al bij verschillende instellingen geweest en overal krijg ik een andere diagnose. Hoe weet ik nu wat er met mij aan de hand is? Ik vraag maar jou, José. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk vanaf papier moeilijk te beantwoorden, maar ik denk wel dat het goed is om dan, als er een vermoeden is van autisme, nou, dan zou dat echt een indicatie zijn om hier aan te melden en dat we onderzoek kunnen doen. Ja. Maar stel, je hebt de diagnose borderline. Dan nog, als je zelf het vermoeden hebt. Kan je dan hier wel bij dat aanmeldloket terecht? Ja, natuurlijk moet er nog een verwijzer achter staan, maar dat kan zeker. Als er echt wel een duidelijke vermoeden is en nog niet helemaal zeker, ja, dan kan het. Ja. 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 Maar als ik nou cliënt ben en ik ben wel in begeleiding en behandeling, maar ik heb zelf die twijfel en mijn behandelaar eigenlijk niet zo, wat moet ik dan? Ja, dan zou ik het toch echt kenbaar maken en bespreekbaar maken en desnoods via de huisarts. Ja. Ja, ik vind wel dat je recht hebt als je echt die twijfel hebt om dat uit te laten zoeken. Second opinion of zo? Ja, second opinion, zeker. Ja, ja, dat doet zich ook voor in deze sector. Zeker. Ja. Nog iets toe te voegen aan dit antwoord? Of? Nee. Daar ben ik mee. Ja. Oké, dit is een reactie van iemand die zegt, ik heb een zoon met ASS, zit vast. Hij wijst iedere vorm van contact af. Deur op slot. Kortom, ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Wat dan? Nou, ik begin maar even met jou. Ja, dat is natuurlijk dus lastig. Dus waarschijnlijk een ongeruste ouder, als je dit zegt. Ja, tenminste, ik denk een zoon, dat is inderdaad al een van de ouders zijn. Dat is natuurlijk wel lastig als iemand zelf niet wil. Je kan natuurlijk niet iets
afdwingen bij iemand. En het is denk ik wel, ja, contact blijven aanbieden en proberen een ingang te krijgen. Maar dingen afdwingen werkt vaak niet. Mm-hmm. En het hangt natuurlijk wel af van de situatie. Zijn er echt gewoon grote zorgen? En je zegt gewoon, er moet echt iets gebeuren. Ja, dan kun je ook met een hulpverlener natuurlijk gaan kijken van wat moet hier nu gebeuren. En anders is het denk ik gewoon wel contact blijven aanbieden en hopen dat iemand dan opgeeft. Ja, maar ik zie die wanhoop van die ouders wel voor me. Hè? Die probeert ook dat contact natuurlijk. Want als ouder wil je ook graag dat contact met je kind. En een kind dat zich zo ongelooflijk verzet tegen iedere vorm van contact, of misschien ook om negatieve ervaringen heeft met andere hulpverleners waar hij niks in ziet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat is niet makkelijk voor een ouder dan. Nee, dat contact, dat wil ik ook wel graag. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Moet je daar dan iemand bij halen? Of is dat dan toch eerst zelf proberen en je kind overtuigen om toch een circuit in te gaan? Of hoe? Ja, dat is denk ik wel ook afhankelijk van wat er aan de hand is. Als je denkt van, goh, ik maak me echt grote zorgen en daar moet echt wat gebeuren. Dan is het denk ik goed om een hulpverlener in te schakelen. En natuurlijk snap ik, als ouders maak je natuurlijk zorgen en wil je dat graag dat het goed gaat met je kind. Maar als iemand, en dat is, want het is voor de zorg ook wel lastig, als iemand echt niks wil, dan kunnen wij ook niet van alles doen. Ja. Natuurlijk kunnen we proberen, we kunnen ook proberen contact te leggen. Dat kan natuurlijk altijd, maar Er moet een vorm van motivatie zijn, zou ik maar zeggen. Ja, kijk, wij kunnen dan kun je pas echt wat doen en ja, gedwongen zorg, zeg maar, kan pas als iemand echt gewoon, dat er echt gewoon gevaar is, zeg maar, voor iemand zelf of voor een omgeving. En anders kan dat niet. Nee, nee. Als je toe aan iets aan wil vullen of nou, zo. Nou, ik zat in dit geval zou ik te denken, als er al een hulpverlener in is en die weet niet, kan het niet meer bereiken omdat ze misschien dus inderdaad die autisme-specifieke kennis wat mist. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dan inderdaad ook weer zo'n consultatiefunctie in laat vliegen en meedenkt met zo'n behandelaar. Dat je het wat breder maakt. Ja. Hoe doorbreken we deze... Ja. Dat kan ook dus een vraag zijn voor... Zeker, voor ja, nee, absoluut. Ik denk, dat mag juist wel wat meer kenbaar worden. Dat die vraag heel breed gesteld mag worden. Ja, je staat op papier trauma's door foute diagnoses. Ik kan me ook wel iets meer voorstellen trouwens. Maak je dat mee, de praktijk? Ja. En dan kom ik weer een beetje terug op inderdaad, met name misschien ook wel de persoonlijkheidsstoornissen-diagnoses. En dat mensen dan in klinieken terechtkomen, intensieve behandelvormen krijgen. Mensen met autisme, die kunnen bijvoorbeeld een vorm van automutilatie best wel overnemen. Omdat puur omdat ze het zien. Sorry, snijden, ja, of jezelf pijn doen. Ja. Puur omdat ze het zien in een behandelsetting. Ja, dat kan behoorlijk traumatiserend zijn. Ja. Of heel erg, ja, in het ergste geval mensen die echt overprikkeld zijn en dan in paniek raken en zelfs in een isoleercel soms nog wel eens terecht zijn gekomen. Ja, omdat het niet vanuit een autismebenadering gezien is. En ja, dat is echt traumatiserend. Ja, dat zullen jullie ongetwijfeld herkennen ook, hè? Ja. Ja, dat is wat veel mensen ook aangeven inderdaad, dat er een verkeerde behandeling gegeven wordt. Omdat die foute diagnose er is, zeg maar, sluit de behandeling niet aan. Je ziet vaak dat mensen van crisisopname naar crisisopname gaan. En eigenlijk steeds verder ontregelen en steeds meer getraumatiseerd raken. Ja. En zich ook niet erkend en begrepen. En dat is nog wel te doorbreken? Door zo'n intensieve specialistische begeleiding? Dat kan wel te doorbreken zijn, ja. Even kijken, pak er weer een bij. Hoe kom je in contact met iemand? Hoe kom je in contact met iemand? Wat zijn de handvaten? Zijn er wat basishandvaten te geven om dat contact? Ja, eigenlijk is het wel een logische vraag, want contact is ook zo'n generiek begrip, hè? Dat is zo'n containerbegrip. Ja, contact is. Iedereen denkt dat hij in contact is met een ander, maar is dat dan ook zo? Nee, het is niet denk ik wel het echte contact zoeken. Gewoon oprecht vragen, gewoon wat. Vragen wat er met iemand is, hoe iemand dat zelf beleeft, hoe iemand het ervaart. En daar echt op doorvragen en echt in die zin echt contact maken. Gewoon vragen en niet uit nieuwsgierigheid, maar gewoon oprecht geïnteresseerd zijn wat die belevingswereld nu van een ander is. Ja, niet je standaard vragenlijst afwerken, nee, maar daarin juist de tussenruimte zoeken. Ja. En het echt ook willen begrijpen, zeg maar. Dus daar ook op doorvragen, wat bedoelt iemand daar nu eigenlijk mee? En dan, want vaak als je aan de oppervlakte de dingen vraagt, dan lijken soms dingen wel redelijk goed te gaan. Maar als je echt doorvraagt, hoe doet iemand dat dan? Of geef eens voorbeelden. Dan zie je pas vaak hoe iemand werkelijk functioneert. En dan krijg je daar pas vaak werkelijk contact over. Meens? Ja.
een vraag. Wordt adoptie meegenomen in de comorbiditeit? Adoptie is natuurlijk geen, is niet een, als je, adoptie op zich is natuurlijk niet een stoornis in de DSM, nee, zeg maar. De psychische problematiek die daar. Ja, je ziet bij adoptie kan natuurlijk wel bepaalde psychische problematiek kun je natuurlijk zien, zoals hechtingsproblemen zie je natuurlijk wel meer bij adoptie en dat wordt natuurlijk dan in die zin wel meegewogen. Ja. De adoptie op zich denk ik niet, nee, maar wel van bijvoorbeeld de hechtingsproblematiek die achter schuil gaat, die wel. Ja. En als er dan ook nog sprake is van autisme en hechting, dan wordt het ook weer zo complex, hè, of niet? Dat maakt het wel extra complex, ja. Ja, en soms is er inderdaad ook wel een grijs gebied. Ja. En dat is niet altijd helemaal uit. Het is niet te ontrafelen altijd. Niet altijd, nee. Maar dan is het vaak zo, dan maakt het misschien niet meer zoveel uit wat voor stempeltje het heeft, maar op welke manier je de behandeling toch insteekt. En iemand met zo'n geschiedenis kan wel profiteren van soms een autismevriendelijke aanpak, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan heb je er nog wel wat aan. Dan heb je er ook wat aan, ja, natuurlijk. Ja. Even kijken, wanneer moet ik met mijn probleem naar een gespecialiseerde instelling? Ja. Ja, dat is ook, dan wordt gezegd, dat hangt van het probleem af. Nee, maar kijk, ik kan me niet, je zit te kijken en je denkt van, ja, waar wordt die grens getrokken, zeg maar? Wanneer moet ik met mijn probleem gewoon naar de regulier, naar mijn huisarts, nog een keer? Of wanneer mag ik naar jullie? Ja, nou ja, bij ons is wel de criteria natuurlijk dat daar eerst andere behandelingen hebben plaatsgevonden in een reguliere instellingen. Dan noem ik een tweede lijns GGZ of misschien een eerste lijns psycholoog. Of, er moet al een geschiedenis zijn. Er moet al wel iets van een geschiedenis zijn, wil je echt in een expertisecentrum of een derde lijn terechtkomen. Je kunt niet naar een huisarts zeggen van kunt u me doorverwijzen naar het EOKAN? Niet als bijvoorbeeld, als je net de diagnose bijvoorbeeld hebt en daar nog geen kennis van hebt, nog geen behandeling op hebt gehad, dan is een expertisecentrum niet het eerste station om aan te komen. Nee. Nou, dat geldt natuurlijk voor jullie. Ja, dat geldt ook, ja. Want eigenlijk, de verwijzers zijn huisartsen, behandelaren, wie nog meer? Ja, veel tweede lijns instellingen en allerlei teams, zeg maar. Zowel klinische, bij ons zowel klinische teams als ambulante teams, zeg maar. Ja. Volgens mij zijn we door de vragen heen. Ik kijk nog even naar de redactie of er nog een nieuwe vraag is binnengekomen toevallig. Niet, wordt er geschud. Dus dan stel ik voor dat we hem afronden. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en de toelichting. En ik hoop dat het ook wat heeft opgeleverd. In ieder geval, ik denk dat het wel weer verduidelijking heeft opgeleverd. En daar gaat het ook voor een belangrijk deel om. Te snappen van hoe zit het nou precies en wanneer kan ik waar terecht. Bedankt voor alle vragen en opmerkingen. En ik zie u graag terug bij een volgende uitzending van Autisme TV.